Het is zaterdag. Monique zit op de tafel. Maar ze is zo freaking cute. Ze zit hier. Ze lacht op mijn laptophoes. Dat is een nieuwe wacht. Goedemorgen. Oh, hoe warm zou dit zijn? Heel warm, denk ik. Ja, nou, dat zou ik je even vertellen. Ja. Oh, kijk er helemaal recht op. En dan hebben we hier Siem. Oh, hallo. Oh, hallo. Even poseren. Ga je maar poseren, Siem? Simpatino. Simpatino. Hallo allemaal. Kopjes. Oh my god. We gaan de Fruit Loops eten. Weet je wat ik mis? Nou? Hij is bijna helemaal perfect. Maar? We missen één ding. En dat is? Oh, de marshmallow, ja. Nee! Oké. Wat is met die kleuren? Waar is groen? Waar is blauw? Waar is de chemische blauwe groen? Jongens, weet je wat... Hij is dus echt healthy. Oké, ik vind het dus verschrikkelijk als mensen dit uit de doos halen. Ja, maar je wil toch de zak zien, of niet? Ik laat het bewust in de doos. Ik doe het weer terug in de doos. Hij gaat het weer helemaal oprollen en dan stopt hij het, zeg maar, verticaal of horizontaal. Nee, gewoon goed erin. Maar ik wil het zien. Ik vind de kleuren zijn niet echt unicornachtig. The same. Nee, waarom hebben ze dan hier blauw? Deceiving. Deceiving. En ze hebben hier paars. Maar ja, daar ook. Dat is die bruine. Nee, dat is rood. Oké, go for you go. Ik pak de melk even. Er zit oranje bij. Peach? Nee, of dat is gewoon voor ongeluk oranje. Even ruiken. Zeker, ik ruik wel naar Fruit Loops. Oh, ruik naar Fruit Loops. Ja, het zijn een Fruit Loops, maar... Oh, ik denk dat ze hier gewoon expres niet die kleuren bij hebben gedaan. Zodat het niet gekopieerd is, bedoel je? Of? Nee, want het is echte Fruit Loops. Nee, gewoon zo, dan is het ook wat gezonder qua kleur. Ja, right, gezond. Qua kleur. En go! Het ding bij dit soort cereal is dat je zo snel mogelijk moet eten, anders wordt het soggy. Het is not bad, maar eerlijk, echte Fruit Loops is wel echt een stuk beter. Maar dit, ja. Het is echt een treat dit hoor, dit is gewoon snoep eten. Maar dit is natuurlijk vegan. Dus het is goed, nee. Ik heb net gedoucht en ik ga even mijn spullen inpakken, want we gaan iets heel erg leuks doen. Wij zijn uitgenodigd voor een heel dik feest vandaag in de Adamtoren. En voor degene die niet weet wat het is, het is een soort van echt de meest awesome toren in Amsterdam. We zijn al een aantal keer geweest, het is echt super cool. Ze hebben echt zo'n disco lift en zo, het is echt heel leuk. En vandaag is er dus een soort van festival. En we zijn uitgenodigd, worden zo meteen opgehaald door een auto. Dan gaan we daar lunchen. Dan slapen we ook daar in het hotel. En mijn hele hotelkamer staat straks vol met NARS make-up. Ah, hoe vet, hoe vet. I know, ik ben hier echt super dankbaar voor. Echt super leuk. Dus ik ga me ook niet echt opmaken. Nee, ja, misschien doe ik even BB cream op voor die lunch. That's it. En daarna ga ik me daar opmaken met NARS make-up. Oh my god, I love NARS. Ik vind het zo leuk geregeld. Thank you. Dus dit wordt heel erg leuk. Dus, en we hebben dan de hele dag een soort feest daar met allemaal verschillende ruimtes. Het zijn allemaal geheime ruimtes in dat gebouw. Het is echt een soort van labyrint. En daar zijn dan allemaal optredens en zo. Ja, ik heb er echt heel erg zin in. Over anderhalf uur is onze chauffeur er. En ik neem jullie mee. I know. Ik had het ook niet geloven dat ik dit soort toffe dingen mag doen. Maar even kijken wat ik allemaal meeneem. Ik ga mijn stomer meenemen. Dit is zeg maar wat ik nu aan heb. Kijk hoe leuk dit matcht bij mijn nagels. En dan zometeen kleed ik me wel om daar zo. Het begint zeg maar om 4 uur. Dus we gaan eerst lunchen en dan klaarmaken. Dus dan wil ik niet nu al de outfit aan hebben. Kijk hoe leuk deze trui is. Hij is van de Bershka. Kijk even. Hoe cute. En echt heel toevallig. Vind ik leuk. Ik ga mijn haar wel afdoen. De geur die ik opdoe vandaag is deze. De nieuwe van Miu Miu. Mooi flesje, hè? Tomatensap is best lekker. Ja, hoezo? Gewoon, dat was het eigenlijk. Oké, okay, je moet kiezen. Appelsap of tomatensap? Tomatensap. Proef je ook tomatensap? Ja. Sinaasappelsap of tomatensap? Sinaasappelsap. Sinaasappelsap of ananassap? Ananassap. Sinaasappelsap of watermeloensap? Watermeloen. Watermeloen of kokoswater? Kokoswater. Nou, daar ga je niet van in. Nee. Er heeft niks taps, kokoswater. Nope. Zit shirtje te kreukelig? Je kan even stomen. Stomer zit in de tas al. Met mijn haar tussen. Waar is de tas? Die bruine tas in de kledingkamer. Ik heb mijn haar gekruld. Beetje soort van wargachtig zo.
Het is een soort van festival, dus ik wil het niet netjes. Maar dit zakt zo meteen 100% nog uit. Ik kom hem nog opmaken en dan... Nee, het wordt wel los. Het is zo gek. Het voelt heel gek omdat ik geen accessies meer heb. Dus nu het is veel luchtiger ofzo. Oké, complete outfit. Ik heb hier dus die trui. Superleuk colletje. Deze Josh V tas. Dan mijn topshop broek. Cortez, schoentjes. En dan straks kleden we ons nog om. Maar ja, en ik heb vanmorgen een andere trui mee. Voor als we zeg maar naar huis gaan, doe ik deze broek met een andere trui. Ja, let's go. We eten een snackje. Namelijk de chicken bloemkool die we over hebben met wat chili mayo. Wij zijn net afgezet door deze dikke bak. Super vet. Leuk. Dit is het. De adaptoren. Heel vet. Wij zijn er. Dit is zo grappig. Hier is allemaal. Oh, Pac-Man. Pac-Man. Voeh, we gaan eerst eten. Oké, we gaan eten. Ik heb truffel. Oh, heb ik wel truffel mayo? Voor die tweede. Nou, dat is nog te zien. Jawel. Oh, dit wordt echt truffel. Truffel overload. Oh my gosh. Wat was dit? Een peanut butter? Een milkshake. Wauw. Ik heb een shake met ananas. Mijn healthy dingetjes. Wauw. Oh my god, deze veggie burger. En dan met truffel mayo erbij en dan zoete aardappeltjes. Deze truffel. Wij. Net op. Oh, jij hebt de truffel burger. Oh. Nou ja, dit is in ieder geval dus de veggie burger. Laatst hoorde ik van Yves dat ik meer eetshots moet doen. Dus bij deze. Laat me weten of jullie dit leuk vinden. Een soort van mini mukbang moment. Oh, die truffel mayo. Kijk, hoe zit dit? Oh ja, zo. Daar gaat ie. Mmm, kijk. Oeh. Mijn is rood. Oké, we gaan naar het hotel. Ja, fijn. Hij heeft het platen ding ontdekt. Fijn. En we zijn in onze kamer. Kijk hoe leuk. Dit is dus een Adams en Eve thema. Dit hebben ze voor ons opgehangen. Ik ga het wel serieus zo meteen... Oh nee, het is niet... Oh, ik dacht dat het echt een soort van... Nee, ik ga het zo meteen proberen. Nee. Ik ga dat gewoon proberen. Tuurlijk ga jij proberen. Dit is de kamer. En ik wil mijn naarskoonies. Kijk hoe leuk. Oh my god. Oh my god. Wacht. Wow. Ja, wow. Kijk hoeveel. Dit is echt heel veel. Ik ga even kijken wat er allemaal in zit. Een boxing. Wacht. Ja, kan jij hem openen? Oeh. Oeh. Van dit. Zoveel ook. Wow. Oh my gosh. Wow. Oké. Okay. Oh, dit is voor de... Oh, er staat ook... Wacht. Er staat ook op hoe je het allemaal moet... Wacht. Oh, zo wacht. In het begin. Even een momentje ook voor deze make-up plek. Zo voor het raam. Finally. Een hotel met goed licht met opmaken. Oké. Okay. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Unboxen. Dit is cheek. Dus dat was basis. Dan hebben we de volgende. Even laten zien. Zo. Oh, wauw. Oh, yes. Kuna. De kwast. De kwasten. En dan heb ik orgasm. Zal ik het eruit halen allemaal? Ja, ik ga het even uithalen. Dan make up your mind, smoky eye. Holy cow. Oh, oh, oh. Oh, kijk hoeveel. Oh, kijk dan. De verpakking is cool. Cool, hè? De pixel, ja. Mm-hmm. Deze is vet. Ja. Oh, kijk, mooi. Ik ga hier maar... Oh, dit klopt ook precies bij wat ik aantrek zo meteen. Ik ga het zo meespelen. En tot slot... Oh, de lipkleuren. Wow. Wat zou ik doen? Ik ben zo blij. Ik ben zo blij dat ik het nog niet heb opgemaakt. Ik had alleen wat BB cream op, maar ik ga zo even douchen. Even. Fresh. Oh. Super leuk. Thank you, Nars. Let's play. Oh my god, er ligt hier dus nog meer. Mm-hmm. Sowieso dit. Van Sir Adam team. Appeltje.
Kaartje, disco ball. Oh, dat is een verboden vrucht. Ja! Kaartje. We hebben net bloemen gekregen trouwens, ook al zo lief. Ik kreeg geen even wat bloemen. Oh. Wow. Alles skincare. Holy crap. Jij wil dit ook proberen? Ja, het is gewoon crème. Mm-hmm. Onder andere. Oh jee. Is maar goed, wat ik bij mijn face wash vergeten, bedenk ik me ineens. Oh. Oh. But wait, there is more. Steek de kaars aan. Oh. Nars kaars. Oh. Wat? Wil je ruiken? Ja, dankjewel. Oh. Oh. Nacht. Exfoliant. Oh. Vet. Superleuk! Ah. Ik ga het allemaal gebruiken. Yes. De kamer heeft een platenspeler overigens. Dus we gaan even wat luisteren. Ze gaan van alles. Dus... muziek luisteren. Oh, dit is echt te gek. Dit is niet normaal. Even de badkamer checken hoe die eruit ziet. Wauw, Foef, kijk de badkamer. Wat? You're missing something. What? Jij gaat het echt geweldig vinden. Wauw. Oh, er liggen doekjes van. Oh, daar staat een woord. Wacht, kom hier. Oh, dat is om weer mee te nemen. Wauw, narcissist. Ja, dat is hun ding. Dan kan je zo'n foto maken. Oh, dat is mooi, man. Ja. Oh, dat is voor in de spiegel. Kijk, als je dan zo in de spiegel een selfie maakt. En dan heb je... God. Kijk, daarboven. Ze hebben een sticker voor je geplakt. Play and try to be a little bit darling. Break the rules. Ah, leuk. Ze hebben de hele kamer vernarst, zeg maar. Wauw. En hier wipes. Superleuk. Dit is echt heel cool. Heel cool. Ik wil weten wat het is. Dit is een soort van bronzing bruin. Weet je wat ik zelf ook... Ja, maar ik heb deze nog nooit getest. En dit is geloof ik gewoon body oil. Awesome. Met takjes erin. Yay. Ik heb veel meegemaakt, maar ik heb nog nooit zoveel producten in een hotelkamer dat ik aankom dat alles... Dit is echt zo bizar. Ik ga me helemaal onderdompelen in NARS. Yes, you are. I'm gonna make a look. En ik ga me smeren. En ik ga helemaal... NARS-stijl. Helemaal mooi maken, hè, schatje? Mm-hmm. Oké, ik spring nu onder de douche. Ik ga me even opfrissen en ik ga me helemaal opmaken. Ik ga mijn outfit aantrekken, make-up opdoen. En dan gaan we zo naar het festival. Guys, ik wil douchen. Dit is de badkamer. Maar ik vind het heel eng, want ik er zo zie. Dat is dus de rij voor de party waar we zo heen gaan. Hier eroverheen, ala, weet je wel. Maar eronder door. Ik weet het niet zo goed. En ik weet niet of het nou geblindeerde ramen zijn of niet. Ik denk het wel. Maar daarnet ging iemand echt een foto maken. Dat zal ook wel van het gebouw zijn, maar... Zal ik mijn naakje gaan doen hier? Oké, ik heb hier mijn opmaakhoekje gemaakt. Nou, echt. Oh my god. Kaarsje aangestoken. Make-up. Bloemetjes neergezet. Ik word hier helemaal blij van. Ah, een lekkere plaat aan. Heerlijk, the good life. Ik heb me opgemaakt. Dit is de look. Ik heb heel erg zitten spelen met lipkleuren ook. Het is een mixje geworden van donker en licht. Wat vinden jullie daarvan? Zeg maar die ombre donker licht trend. En oh, die oogschaduw. Kijk in mijn ooghoek. Zo shiny. Zo pretty. Ik heb dit doosje gebruikt. Zo nice. Dit is de Wanted palette. Zo mooi. En dit is de look van vandaag, de party look. Ik ben klaar. Ik heb me omgekleed. Ik heb zelfs mijn shirt net even gewassen. Dit heb ik aan.
En dan doe ik mijn Cortez schoentjes aan. Er stond een flinke rij buiten. En dan gaan we er zo heen. Ik heb echt zo'n zin in. Superleuk. We zijn met Foef een Instagram foto aan het maken. Overal. Hij wilde heel graag een motiverende, perfect Insta picture maken. Zo, met de bloemen. Oh, hoppakee. Dit is mijn look voor vandaag. Dit is een shirtje van Lovies. Dan heb ik mijn glittertasje van Joshua. Ik weet niet helemaal of ik hem de hele tijd ga gebruiken, maar voor nu neem ik hem even mee. Dan heb ik deze broek. Deze is van Supertrash. En dan heb ik mijn zwart-witte Cortez van Nike aan. Het is dus een soort van indoor festival. Dus zeg maar geen hakken. Dat was de eerste actoren. Geen hakken aan doen naar dit feest. Oké, we gaan voor compie. We staan weer in een gekke lift. Kijk, deze is een trippy lift. Hier staat het in Take Your Protocol. Oeh, kijk Foefjes broek. Hij heeft zo'n reflecterende broek aan. Ik weet niet. Wow. Yes, the corner bedroom. Er zijn dus allemaal kamers en zo. Dit is echt. Maar waar zijn we beland? It's very interesting. Nou, die broek. Die broek. Wat is dit, joh? Oh mijn god. Ah. Kijk hoe mooi. Wauw. Love it. Heel veel vette kleding. Ik voel me een beetje bezwaar van mensen te filmen. Heb jij dat niet? Heel veel mensen hebben een soort van een party mode aan. Ja. Ik zeg het ook niet snel, maar ik denk dat wij misschien zelfs dat het soort van de jongeren doen. Gevonden. Dit is de disco party die we zochten. Hoppakee.